Deze beschouwing, die is op een zondagochtend, het is 1 september 2019, vart over elf. Ik heb lekker een kopje thee erbij, dat zouden jullie ook moeten doen. Deze beschouwing gaat over scheiden. En dan niet afval scheiden. Ha, 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 ha. <laughs> Nee, nou ja, over echtparen die scheiden. En... Ja, maar wat, wat is de waarde daarvan? Ja. En voordat ik daar lekker in ga duiken... Uh, wil ik even vragen aan jullie. Of je... Um, Zo'n uitzending die je dan kijkt, hè? ik hoop dat je wat meerdere kijkt, want het zijn maar beschouwingen en dan pak ik het ene onderwerp en dan weer een heel ander onderwerp en zo. En als je een beetje een beeld wil hebben van waar dit allemaal over gaat, dan moet je echt een paar luisteren. En ik zou jullie willen vragen om uh, die uh, dingen die je dan leuk vindt, om die te delen. Uh, to share is dat op zijn Engels. Heb je hebt die knopjes onder je, op YouTube. Kijk je dat? hebben je die knopjes eronder? En als je een Facebook hebt of zo, heb je vast wel. Dan share hem eens even op je Facebook. Het aantal abonnees op dit kanaal, dat stijgt. Het gaat niet keihard of zo. Het is niet uh, viraal gegaan. <laughs> dat zal ook niet. Dat zal ook nooit gebeuren. Maar het mag wat meer zijn. Waarom niet? Ik heb nu 59 abonnees. Nou... Er zijn toch 59 mensen die dat uit vrije wil hebben gedaan. En, uh, ik neem aan dat ze het nog steeds leuk vinden, want ze kunnen ook zo unsubscriben. Dat doet ook wel eens iemand hoor. Dat is je wel, ik heb er genoeg van. Maar de laatste tijd, uh, ja, in de afgelopen vier weken zijn er vijf abonnees bijgekomen. Ja. Ah. Waaronder wat mensen die jong zijn. Dat vind ik leuk. En vooral voor jonge mensen bedoel ik dit ook. Kijk, ik doe deze beschouwingen aan de ene kant om voor mezelf de dingen op een rij te zetten. En aan de andere kant is het ook een eerlijk verhaal van iemand die wat heeft meegemaakt in zijn leven. Leuke dingen, dramatische dingen, verschrikkelijke dingen, verschrikkelijk leuke dingen. En een van de dingen die ik heb meegemaakt, dat is uh, scheidingen, meervoud. En ja, ik ben dan zelf, uh, ben ik nu gescheiden van de moeder van mijn kind? Dat was een drama. Daar was ik het helemaal niet mee eens. En ook achteraf bezien ben ik het er niet mee eens. Het is een ramp geweest. Het was heel slecht. En de scheiding van mijn ouders. Daar zal ik zo wat meer over vertellen. En ik heb voordat ik ging scheiden. heb ik. drie serieuze relaties gehad. Relaties waarvan ik dacht van, nou, dat lijkt mij een serieuze relatie. Ik ben niet zo'n womanizer geweest. Niet achter de rokken, een rokkenjager heet dat. Nooit gedaan. Maar ik werd benaderd door, uh, ja, altijd wel mooie vrouwen. Ja, vrouwen die jong zijn, die komen al snel mooi over, hè? Met die haarsjes en die oogjes en... Uh, nou ja, je kan het wel. En dan ben je veertig jaar verder en dan denk je... Goh, waar zijn die haarsjes en die oogjes en... Uh, waar is het allemaal gebleven? De moeder van mijn derde serieuze relatie... Die had tegen haar dochter gezegd van... Nou, uh, schoonheid van het vrouwelijk lichaam... Op je achttiende... Uh, heb je het hoogtepunt en dan begint het af te kalven. Ja, misschien is dat zo. Anyway, ik heb de eerste drie relaties. Ja, de eerste twee, die heb ik beëindigd. De eerste relatie was omdat die vriendin vreemd ging. En dat nam ik heel zwaar op. Achteraf bezien. Nou, achteraf, ja, dat is achteraf natuurlijk hè. Maar achteraf bezien had ik daar misschien niet zo zwaar over moeten doen. En ja, er had toch wel een stevig gesprek plaats moeten vinden. In de zin van dit flikje, niet. Haar moeder vond ik erg aardig. Maar ik was toen jong en... er zou in mijn leven nog heel veel gaan gebeuren. En had ik dat allemaal kunnen meemaken met haar aan mijn zijde? Ja, misschien. En dat was wel leuker geweest. Hè? Door ik... Ik wil geen... Ik wilde, en dat wil ik ook nu nog steeds niet. Ik heb geen zin, behoefte, is geen zin of behoefte. aan een vrouw die vreemd gaat. Maar als het bij één keer uh, blijft. Ja. Ah. Nou, vind ik eigenlijk achteraf dan, hè? En jaren later. Toen had ze mij gevonden via internet. En ik kreeg zelfs een telefoontje van haar of zo. Dat geloof ik wel. En toen wilde ze even bij me langskomen. Nou, zegt dus goed. En inmiddels had zij twee kinderen met een man. En toen vroeg ik aan haar tijdens dat avondje van, goh, wat vind je man er eigenlijk van, dat jij nu bij mij zit? Huh? Nou, zei ze, daar had hij het wel moeilijk mee. En toen dacht ik, oeps. Je, daar, die man die beschouwde dat als een soort van vreemdgaan. En daar heeft hij gelijk in. Ja, wist ik veel dat zij inmiddels een man had. Anders had ik het denk ik... Nou ja, had ik het nog steeds wel goed gevonden. Ja, ik doe geen gekke dingen. Maar zo'n man die krijgt dan gevoelens van jaloezie. Die denkt, wat gaat mijn vrouw doen bij die kerel die ik niet ken? En daar heeft hij gelijk in. Dat heb ik geleerd inmiddels. Dat, dat gevoelens van jaloezie... Die zijn heel natuurlijk. En niet slecht. De, het is niet zo dat iemand met jaloerse gevoelens... dat die een, een psychisch mankement heeft waar hij wat aan moet doen. Dat is heel erg bitter als je zo er tegenaan kijkt. Nou, die tweede vriendin die ik kreeg, die deed ongelooflijk bazig. Nou ja, die vond ik... Nee. Toen was ik klaar met mijn studie. En ik wilde gaan uh, computer programmeren. En dan ging ik solliciteren bij. Ja, maar het maakte mij niet uit. Als ze er maar computers hadden waar ik op mocht programmeren. Dat waren mijn twee uh, baan specificaties. <laughs> en ik wilde echt geld mee verdienen. Dat was dan de derde. En wat voor bedrijf dat was, interesseerde me helemaal niks. Voor mijn part uh, Hollands signaal of zo. Hollandse signaal die wapenfabrikant. Bij mijn part. Yeah. En zij, uh, ja, nou uh, ga jij commercieel. En, uh... Want zij ging dan de ontwikkelingssamenwerkingshulptoestand in. Als een soort moraalridder. En ik deed dan maar uh, ja, een baan voor de commercie. Ik kreeg zo'n een opmerking over. Dat beviel me helemaal niet. Want er kwamen er nog wat meer uh, dingetjes in dat licht, dat kader. Dan heb ik die relatie beëindigd. Ik was dat bazige gedoe helemaal uh, beu. En dan. Ja, daar had ik helemaal gelijk in. Want zo'n bazige vrouw die brengt je niks. zo'n overspelige vrouw, ja, door haar aard was dus na al die jaren niet veranderd. Hè? Want ze ging vrolijk naar mij toe en de, en de man die werd je los. Ja raar raar hoe kan dat? Hè? Dat hoor je je partner niet aan te doen. Als, zij, als die man dan aangeeft, ja ik, ik heb daar moeite mee dat jij naar die ex van jou gaat. Dan hoor je te zeggen, oh ja, nou ja, als jij daar moeite mee hebt, dan doe ik het niet. Het is toch je man of niet? Nou dan. Nou, en die tweede vriendin die zo heel baasig was. Daar had ik denk ik ook een punt. Later is die bazige vriendin die heeft de, de daad bij het woord gevoegd. En die is verhuisd naar Zuid-Amerika en daar gaan werken. Daar heeft ze een man ontmoet uit Bolivia. Inmiddels werkt die man voor de Slik Europese Unie. Een Boliviaan. Ja. Hij heeft haar zwanger geschopt. Geshopft. En laten zitten met het kind. Ik weet niet eens of ze alimentatie van hem krijgt. Ik heb dat jongetje nog een keer ontmoet. Eén keer. Dat was een aardig ventje. Ze wonen nu in haar eentje. Wat mij betreft heeft zij het verpest. Want als je het hebt over scheiden, wat ik nu heb besproken, die twee gevallen waarbij ik dan een beetje, ja, ja die bazige, daar blijf ik bij, dat, dat was toch niet te harde? Als man. Dan word je de, God de tijd in de ronde gecommandeerd, man. Ja, die eerste met dat overspel. Maar ja, ja. In elk geval, het zijn van die uh, gevallen waarbij je dan kan twijfelen. Maar als er kinderen in het spel zijn, dan wordt het een ander verhaal. En zij had dus een kind met die man uit Bolivia. En dan scheiden. Dat is kindermishandeling. Want een kind heeft een moeder en een vader nodig. Laat iets gezegd zijn. Er is geen discussie over mogelijk. Dat hoort zo te zijn. En in de hedendaagse maatschappij wordt daar heel makkelijk over gedaan. maar alles kan. Transqueer kan je ook nog hebben. Maar dat is niet zo. De mens is geschapen man en vrouw. En het enige wat wij mensen te doen hebben. dat is. een. Met twee dingen. Een goede leefomgeving te creëren voor onze kinderen. En het tweede is te zorgen voor onze kinderen. En ja, om, ja, zorgen voor kinderen, dat, dat betekent dat je seks moet hebben. Nou, dat gaat alleen tussen een man en een vrouw. En je moet daarna, als je ervoor gezorgd hebt dat die vrouw zwanger is, dat die vrouw ervoor gezorgd heeft dat ze zwanger is geworden. Heb je ervoor gezorgd dat je een kind krijgt? Maar dan krijg je dat kind en dan moet je zorgen voor dat kind. En voor de rest moet je werken om die samenleving zo te maken dat dat kind daarin kan leven. En je moet werken en zorgen voor kinderen. Het gaat allemaal in het teken van de kinderen. Meer is er niet. Meer, wat er nog meer is, dat is. Ja, barbecuen. Uh, leuke dingen doen. Uh, twee keer per jaar op vakantie. Uh, ja. Waar hou jij van? Naar de sauna gaan op een donderdagavond. Hè? Ja, je komt je tijd wel door. Hè? Maar dat is niet waar het leven om gaat, het leven draait om die kinderen. En wat je nu ziet, is dat partners, man en vrouw, die kinderen hebben. die scheiden heel makkelijk. Ik ken het verhaal van een man. En. die is. Het ja, was een lul van de streek natuurlijk. Een lul van een vent. Maar die is gaan neuken met een ander. Overspel plegen. Terwijl hij kinderen had. En dan was Nick netjes getrouwd. En dan had hij twee meisjes. En dan gaat papa even kus, uh, buiten de deur wipperen, zijn. Nou, die vrouw is daar ongelooflijk boos over geworden. Ik weet niet hoe ze erachter is gekomen. En toen is dat huwelijk beëindigd. Nou, dan vind ik het heel stom van die kerel dat hij buiten de deur is gaan neuken. Maar ik weet nog dat hij bij mij uh, op het kantoortje zat. Helemaal in elkaar gezakt, als een, uh, een natte krant. En dat hij zei van, als ik geweten had dat dit de consequenties waren. Hè, die scheiding en alles wat hij kwijtraakte. Nou zei hij, daar heb ik er ontzettend spijt van. Ik weet nog dat ik toen dacht van spijt, dat lijkt mij het verkeerde woord, broer. Je moet je schamen. Ja, dat vind ik hoor. Spijt is voor dieren. Je moet niet vreemd gaan. Je moet de, ja, de regels, wetten, normen, waarden. Je gaat niet vreemd. Dat moet je niet doen. Nou, dat was die tweede, die, uh, die dominante trien. Nu dan gescheiden van de biologische vader van het kind. Die waarschijnlijk uh, niet tegen het basige gedrag, gedrag van haar kon. Ja, want dan heeft zo'n bazig typeje een kind gebaard en die beschouwt dat dan als haar kind. En nou, dan krijg je het helemaal voor je kanas. Leer mij die dames kennen. Je hebt zo'n kinderboeken verhaaltje van: Rupsje nooit genoeg. Maar goed, dat is dus kindermishandeling. En dat ik haar... Ja, dat ik die relatie verbroken heb. Nou ja, doutie, doutie. En toen kwam de derde. Dat was, oh, dat was verschrikkelijk. Dat werd dus de moeder van mijn kind. En die heeft aangestuurd op onveilige seks. En, ja, die heeft aangestuurd op een zwangerschap. Punt. Ik had geld in die dagen. En dat, dat wist zij... Echt een hele gemeene vrouw. Heel gemeen. En die heeft nu uh, het huis en de poen en het kind. En dat ging heel makkelijk. Het ja, ging heel smooth. Daar heb ik van staan te kijken hoe makkelijk zo'n vrouw dat voor elkaar krijgt. Het enige wat je moet zijn als vrouw. is je moet ongelooflijk ongevoelig zijn. En bereid zijn om toneel te spelen. Maar dan krijg je alles wat je maar wil. Daar ben ik achter. En dan kan je zeggen: ja, maar Piggy. als het dan zo'n verschrikkelijk type was. dan ben je toch blij dat je gescheiden bent? Nou, uh, die scheiding heeft mij 30.000, 40 40.000 euro gekost. Schade, toestanden. Dat was echt geen grapje. Daar tel ik dan ook emotionele schade maar even bij. Want het is niet niks om uit je eigen huis te worden gezet. Terwijl je niks fout hebt gedaan. Gewoon iemand die denkt: hé, hey, als ik hem nou het huis uitzet. Ja, ik heb mannen genoeg. Had ze hoor. Ze had er zonder de 10, 20, 30 klaar, man. Als hijgende tackles op haar stoep. Want als hij weg is, mag ik dan komen? Ja, dat zegt ook iets over onze samenleving. Ja, zij dacht van, ja, laat ik het maar doen. Aan aandacht geen gebrek, sterker nog, uh, ik krijg veel meer aandacht dan. Hij is weg, ik krijg de poen en ik behoud het kind. Nou, zo is het gegaan. En dat is... Uh, het is bitter voor mij om als een, ja, een... hoe moet je dat zeggen? Als een stuk stront behandeld te worden. En dan te merken dat er vanuit de familie helemaal niemand is die ook maar iets van compassie heeft. In de omgeving ook niet. Het was drie jaar na de scheiding. dat ik opmerkte dat mijn dochter tekenen gaf van depressiviteit. En ik naar een orthopedagoog. met een hulpvraag: van, wat moet ik eraan doen? Nou, en ik uitgelegd, ik mocht een uur lang mocht ik mijn hart luchten. En die man zei: Nou, je hebt gelijk. En dat ze depressief is, dat komt door de situatie. En dat die situatie zo is, dat komt door die vrouw. En het is onterecht dat zij dit allemaal mag doen. En, en jij kan er niks aan doen, dus uh, dat wordt op een houtje bijten. Stap niet naar de overheid, doe nergens je beklag. Je maakt het er alleen maar erger mee. Daar kon ik het mee doen. Hij heeft mij een paar dingen gegeven, als een handvat. Het belangrijkste was: ga wandelingen maken met je kind. Lange wandelingen. Nou, dat was in elk geval leuk. Maar dan kreeg die moeder in de gaten. En... Toen ging die moeder zeggen, oh, maar dan ga je met mij ook wandelen. En toen kreeg ze tijdens een van die wandelingen met haar moeder en weer een nieuwe vriend van haar moeder, dan kreeg ze wintertenen. Want die moeder wilde geen winterschoenen kopen voor haar. Dat doen moderne moeders niet, hè. Ze zijn heel modern. Namelijk, ze moest op zomerschoentjes door de sneeuw lopen. En toen wilde ze met mij niet meer wandelen, want ze had pijn in de voeten. En toen daarna is het verwaterd. We hebben het een aantal keren gedaan. Ik zie mijn dochter nog wel, hoor. Komende week komt ze even langs als het goed gaat. Ze belt in ieder geval maandag belt ze op. Ze heeft nu een stage, een nieuwe. En dan zal ik horen hoe het gaat. Nou, dat lijkt me leuk. Maar kijkend naar het deel van haar jeugd. Wat verpest is door die scheiding en uh, ja, de rest van haar jeugd, die verpest is door dat wanstaltige gedrag van die gemene moeder, dan wou ik dat ik het nooit had meegemaakt. Het enige voordeel is. Dat ik het heb meegemaakt. Is ja aan de ene kant. Je hebt een kind. Dus... En ze heeft een heel hoog IQ. En... Ja de samenleving is blij met haar. Maar ze is atheïstisch. En de eerste vriendje. Die heeft ze behandeld. Uh... Ja niet goed. Respectloos. Dus ja, de vraag is uh, wat voor een bijdrage zij kan leveren aan de samenleving. Dat weet ik niet. Op een of andere manier heb ik het, uh, het idee... Dat haar en mijn weg over een tijdje gaan scheiden. En dat ik op het laatst niet meer zal weten hoe het met haar gaat. En, en dat als ik kom te overlijden, dat zij dat pas achteraf te horen krijgt. Als de begrafenis al geweest is. Raar is dat, hè? En zij viert haar verjaardag dan de laatste twee keer als ze dat deed. Die viert ze dan bij mijn moeder. En ik zie er nu al tegenop dat ze dat komend jaar misschien weer gaat doen. En dat ik dan denk, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat zijn emoties. Ik ben allebei de keren dat ze haar verjaardag bij mijn moeder viert, ben ik er trouw naartoe geweest. Dat zal ik waarschijnlijk dit jaar ook weer doen. Ik vind het eigenlijk niks. Scheiden is niet oké. Okay. En de kinderen die je daarvan hebt, dat zijn kinderen van gescheiden ouders. En die, die band tussen ouder en kind die is, ja, die is maar heel beperkt. Die is beschadigd. Een van de laatste keren dat ik met haar uit eten ging. toen had zij uh, van die dingen in haar oren, van die toeps, heet dat. Dat is niet een oorbel, maar echt een, een dik ding. Ik moet even niezen. Ja, ik vind dat geen waarde hebben. En zij keek me zo aan en zei van ja, ja ik doe gewoon lekker vaccinen heb. Want ik ben 18. En dat is natuurlijk ook zo. Ik kan het haar niet verbieden, ik zou het ook niet willen. Maar ik zou duidelijk gemaakt willen hebben dat je dat niet doet. Ik zou een kind ter wereld willen hebben gebracht in de opvoeding, die zoiets niet doet die begrijpt dat als je zo iets doet, dat je, hoe moet je zeggen, dat je het leven niet serieus neemt. Roken is niet gezond en verslavend en. Uh, ik heb er stinkende asbakken van. En, uh... Maar roken is nog gezellig. Dus ik heb nog liever dat je, dat je, dat je een kind hebt dat uh, rookt dan een kind dat met toeps in de oren loopt. Terwijl ik nu niet meer rook. Ik ben er mee opgehouden. Ik vond het mooi geweest. En die scheiding van mijn ouders. Achteraf bezien, vond ik dat ook waardeloos. Die mensen hadden ongelooflijke ruzie met elkaar. En mijn vader die, die soop als een ketelier en. Dat gaf een heisa, jongen. En hij hield er maar niet mee op. Hè? Elke keer weer trouw beloven. Ja, nee nee, 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 maar ik zal het niet meer doen. Nee. En dan, dan zoopte hij een tijdje niet en dan, nou. Dan ging het wel weer. Maar als hij nuchter was, dan was het een aardige vent. Voor mij als vader, hè. Dat was een leuke vader. Wat leuke ideeën. En... Ja, hij ging respectvol met mij om. Maar owee, owee als hij aan de suip ging, jongen. Hij had een kwaaie dronk. En mijn moeder... Ja... Ja, die, die zoopt dan niet zoveel... Die dronk ook wel hoor, maar niet zoveel als hij. Maar die ja, was, ik weet niet hoe je mijn moeder moet beschrijven. Ik eert uw vader en uw moeder, dus ik wil daar niks negatiefs over zeggen. Maar zij heeft ook haar aandeel gehad. Mijn vader heeft het niet makkelijk gehad met haar. Mijn oma, die heeft achteraf, dus de moeder van mijn vader, die heeft achteraf gezegd. Dat zij destijds zonder meer vond dat mijn vader moest trouwen met dat buurmeisje. Want zij woonde drie deuren verderop. Eén, uh, twee, ja, drie deuren verderop. <laughs> je had dus de naaste buren, de familie Kers. En dan, uh, dan moest je de hoek om en dan had je de mensen daarvan, weet ik niet hoe ze eten. En dan had je het huis van mijn moeder. Qua tuinpaardjes was het ja, twee tuinpaardjes aan de achterkant. Hè? En die twee die hebben seks gehad. In de bosjes. Toen ze 17 waren. Hop, daar was mijn moeder zwanger. En daar kwam ik. En mijn oma vond toen, en er vonden meer mensen. Mijn opa vond dat denk ik ook. En, uh, en de familie van mijn moeder, ja. Ik weet niet wat die ervan vonden. Er waren mensen die maakten heel veel ruzie. Dat weet ik wel. En ja, die hebben zich ook niet veel bemoeid met die situatie. Dat was ook zo. Hoorde ik later van mijn uh, de zus van mijn vader. Hmm. En ja, de, de moris was: er moest getrouwd worden. En dat heet een moedje: Want er moest getrouwd worden, want mijn moeder was zwanger van mij. Dus dan moet je getrouwd zijn. Ja, eigenlijk moet je eerst trouwen en dan pas zwanger maken, maar in dit geval dan maar andersom. En mijn oma die heeft op hoge leeftijd een keer gezegd tegen de jongste zus van mijn vader. Dat ze het dus toen niet meer zo stellig vond. Maar ja, wat was er dan gebeurd? Hè? Ik denk dat ik achteraf wel blij ben dat mijn ouders getrouwd zijn. Zodat ik mijn vader heb leren kennen. Maar hoe was het anders gelopen? Ja, dat weet ik niet. Maar achteraf, de scheiding tussen mijn vader en mijn moeder. ben ik het achteraf gezien niet mee eens. Mijn vader zat uh, psychisch uh, helemaal in de knopen, in de warren, in de toestanden. Nou, en... ja, dat was natuurlijk een moeilijke partner voor mijn moeder. En, ja, mijn moeder was erbij hoor, dat ze met hem, uh, ja, een kind, uh, hè? seks, 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 seks voor het kind. En daarna heeft ze dat nog een keer, uh, ja, een kind gebaard, dat is mijn zus. Ah, daar heb je toch ergens voor gekozen, En moeilijk was het, denk ik, voor mijn vader. Uh, dat hij. Uh, de zwarte Piet kreeg. omdat hij zoveel alcohol dronk en. ja, dan, dan ben jij de lul, zeg maar. Terwijl het gedrag van mijn moeder uh, nooit ter discussie stond. Maar daar was misschien ook al wat over te zeggen. Maar de familie, die ja haar familie die had zoiets van well, ja het is een saai en, uh, die waren uh, goed bekend met het fenomeen knallende ruzie een ruzie meer of minder ach ruzies horen erbij en de moeder van mijn vader de, de familie van mijn vaders kant uh, wat hadden die eraan moeten doen, man? Die hebben geprobeerd om alles zo harmonieus mogelijk te laten verlopen. Maar ja, die kunnen ook niet toveren. En iets als relatietherapie of zo. Dat, ja, dat, dat was toen helemaal niet. Ik heb dat wel gehad hè, met mijn scheiding. Ik heb relatietherapie aangevraagd. En gekregen. Heeft een paar duizend euro gekost. En een hoop moeite. En die man, die therapeut, die, daar, daar had ik helemaal niks aan. Dan zei je, die moeder van mijn kind, die wilde bijvoorbeeld niet opruimen in huis, een schoonmaken. Echt helemaal niet. Verschrikkelijk. En toen had ik uiteindelijk een werkster geregeld. En dan elke keer als de werkster kwam, of geweest was. En ik begeleidde de werkster. Dus samen met haar maakte ik schoon. En elke keer als die werkster geweest was. dan stond zij s'avonds te schelden. Of soms middags al, als het kind er nog bij was. Maar in elk geval, elke vrijdag als de werkster was geweest. werd dat opgevolgd door een scheldpartij. En vrijdagochtend begeleidde ik de werkster. dan ging ik naar mijn werk. En dan kwam ik van mijn werk. en dan ja, was het een kwestie van tijd. en dan begon de scheldpartij. En daar begon ik over bij de therapeut. dat ik elke twee weken. Nou ja, ik werd uh, meerdere keren per week. Uh, de huis volgescholden. Maar in elk geval, als uh, ze werkster was geweest, was het bingo. Ja, ja, zei die therapeut. En dan vroeg hij aan haar: van, Wat is het probleem? En toen zei zij: Nou, het probleem is. Dan gaat hij met de werkster allerlei dingen schoonmaken. En ik wil dan. Uh, ja, ik heb er helemaal geen zeggenschap over. Wat er schoongemaakt wordt. Dat is onzin natuurlijk, wat die vrouw zegt. En als zij graag wil dat er iets schoongemaakt wordt, dan, dan pakt ze toch een emmer en een dweil. En dan gaat ze dat schoonmaken. Ze had een baan van 28 uur in de week. Nou, je gaat mij niet vertellen dat je dan geen tijd hebt om iets schoon te maken in je huis. Dus zij kon genoeg schoonmaken. Als ze tijd zat voor. En ook was het zo dat zij rustig tegen mij had kunnen zeggen van hier heb je een briefje, daar heb ik even opgeschreven welke dingetjes ik graag schoongemaakt wil hebben en waar ik geen zin in heb om het zelf te doen. Wil jij dat doen met de werkster? Wat zou ik kunnen doen? Huh? Deze ook niet. Die therapeut die vroeg er ook helemaal niet naar. Van, uh, maar als je dat schoon wil, waarom doe je dat zelf niet? Door ik maak met die werkster die dingen schoon waarvan ik vind dat ze vies zijn. Dus ik maak schoon in het huis samen met de werkster. Het staat haar vrij om ook schoon te gaan maken. He, ik maak vrijdag roggen schoon. Dan komt zij thuis van de werk. Om dan met het kind thuis te zijn. Ons kind was toen nog een baby, die ging nog niet naar school. dan heeft zij toch het hele weinig middag om schoon te maken. Waar heb je het over? En als zij zegt, ja, maar ik wil graag schoonmaken samen met de schoonmaakster, met iemand anders. Nou, dan zeg ik, nou, dat is het best, Dan doen we het om en om. Dan doe jij de ene keer met de werkster en dan doe ik de andere keer. Of jij doet het voorlopig de komende paar maanden. Ga jij samen met de werkster, ga je van alles schoonmaken. Ben jij heer en meester in het huis, maar jij bepalen wat er schoongemaakt wordt. Dat had de therapeut ook kunnen zeggen. Je therapeut de oh, therapeut zo overzienig voor jou. Oh, oh, je hebt helemaal niks te zeggen over wat er schoongemaakt wordt. Oh, wat erg. En dan keek hij zo naar mij. Maar nou, Perry, je hoort het nou. Jouw vrouw is echt uh, nou, uh, danig onder de indruk van het feit dat jij zomaar uh, uh, dingen gaat schoonmaken. zonder dat zij daar iets over te zeggen heeft. Dus voortaan, elke donderdagavond ga jij naar die vrouw toe. en dan uh, hè, ga jij je niks melden. en dan ga jij vragen met een pen en papier erbij. Uh, wat er schoongemaakt moet worden namens haar. En dan uh, schrijven we dat op een briefje. En uh, dat ga je de volgende dag doen. Nee, dat heb goed begrepen. Ja, een ramp is dat. Kijk, aan zo'n therapeut heb je niks. Maar ik denk ook dat. Uh, die. Nou, kijk, er is evolutie, hè? er is ontwikkeling. En ik kwam daarna, dus toen hadden we die man gehad, en toen kwam er wat anders, en la 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 er kwamen weer andere therapeuten, en die therapeuten, dat waren twee vrouwen, en die signaleerden dat de moeder van mijn kind, dat die uh, niet spoort. Dan kun jij dat denk ik ook wel beseffen. Hè? Dus je, je, bent, uh, je hebt een kind gebaard. Uh, je wil graag een baantje. Nou, dat is best. Maar het huis moet ook schoongemaakt worden. En dat laat je dan maar over aan je man. Die een baan heeft van 50 uur in de week. Terwijl jij een baantje hebt van 28 uur in de week. En dan ga je vervolgens ook nog lopen kankeren elke vrijdag. Als ze weer schoongemaakt is. Want dan ben je niet goed in je bovenkast. Toch? Daar komt nou wel meer inzicht in dat er dus mensen in rondlopen, ook van het vrouwelijk geslacht, die zijn niet goed in de bovenkast. En bij die mensen moet de partner gesteund worden. Dat is eigenlijk alles. De partner moet steun krijgen. En die had ik moeten krijgen. Dat had in het ziekenfondspakket moeten zitten. Ik betaal niks in mijn verplichte volksgezondheidsverzekering. Daar had dit in moeten zitten. Dat ik dan een therapeut kan regelen, een begeleider kan regelen, die komt elke week langs en die heeft dan een gesprek en die vraagt dan ook aan mij van en hoe is het de afgelopen week gegaan en heeft ze al wat schoongemaakt? Heeft ze wat gedaan? Want een vrouw met een kind die moet schoonmaken. Dat moet. Dat is niet een cultuur bepaald. Dat moet. Een vrouw met een kind die moet schoonmaken. Ja, een mens moet er zonder meer. Maar heb je een kind, dan moet het. Of oh, wat leuk. Ik heb een abonnee erbij gekregen. Oh, lief. <laughs> Ik heb er nou zestig. Halleluja, prijs de Heer. Volgens mij is het een vrouw. Regine heet ze. Even kijken. In het kader van reclame van mijn eigen site. Ja, Regine. 189. Nou, uh, regie bij deze, als je dit hoort. En als je een vrouw bent... Joppie, meid. Ik ga extra goed mijn best doen... om uh, vrouwvriendelijke... zendingen <laughs> te maken. Want vraag je nou aan mij, hè... Dus, ik, dat huwelijk met die vrouw, dus de moeder van mijn kind... dat was echt verschrikkelijk. En... Was ik daarbij gesteund. had ik het volgehouden. Voor het kind. Zonder meer. Ik had niet voor mezelf gekozen. He, bij die andere relaties. die. ja, die ik beëindigd heb. Oh, wacht even. Ja, ik heb ook nog een relatie gehad met een vrouw. Dat ben ik vergeten te vertellen. En die ging ook vreemd. Die heb ik ook beëindigd. Maar. Ja, niet met zoveel woorden eigenlijk. Maar daar heb ik verder niet over gehad. Ook die vind ik. Ook die scheiding vind ik niet goed. Omdat je. Met die, met die vrouw heb ik drie. Nee, tien jaar. Sorry. Tien jaar van mijn leven gedeeld. En. Ja, dat ben je het toch kwijt. Dat is niet goed. En met deze vrouw, dus de moeder van mijn kind, het precies hetzelfde verhaal. Ik heb tien jaar van mijn leven met haar gedeeld. Er zitten allemaal hele mooie herinneringen ook. Tussen. Ook een hele hoop drama toestanden, waarvan je liever niet wil dat ze ooit gebeurd waren, maar ook heel veel mooie dingen, leuke dingen, hebben gelachen. En de moeder van mijn kind die heeft een ernstig jeugdtrauma. Maar dat is niet het einde van de rit, dat is niet het einde van de wereld. En wat er nu gebeurd is, nu heeft de moeder van mijn kind die heeft na de scheiding heeft ze ik weet niet hoeveel relaties in korte tijd afgewerkt. En een aantal jaren geleden heeft ze een man aan de haak geslagen en dat is een relatief beroemde muzikant. Nou, dat is binnenkort ook afgelopen. Die man is ook in de 50 of tegen de 50. Nou, dat wil het ook niet meer zo. Maar die weet niets van haar situatie. Die weet niets van haar achtergrond. En zij vindt dat aan de ene kant wel prettig. Want uh, ja, als er iemand die niks weet, die kan er ook niks van zeggen. En dan kan ze lekker doorgaan en de zielepiet lopen spelen. En aandacht vragen. En ja, met hem begint dan alles weer overnieuw. Maar er zit voor haar geen verbetering in. Hè? Geen oplossing. Dus... Ja, dat zijn zo wat dingen die uh, ik even de revue heb laten passeren. En de belangrijkste vind ik eigenlijk dat ik vind dat ook mijn ouders bij elkaar hadden moeten blijven. Die zal mijn moeder me niet in dank afnemen als ze dit hoort. Maar ja, die luistert toch niet naar mij. Dus <laughs> maar dat is een ander verhaal. Dat maakt verder niet zoveel uit. En mijn moeder zal zeggen, ja, maar je vader dit en je vader dat en je moet kant kiezen voor mijn kant van de zaak. zaak. ik denk van: nou. Door mijn vader lag genoeg onder vuur. en weinig mensen hadden begrip voor zijn situatie. En mijn moeder was niet de allermakkelijkste. Ook naar mij te horen dat zij die, die kan uit de hoek komen, jongen. Dat ik denk van, nou... Nah, kom op, zeg. Ik ben hier op bezoek. En niet om afgezekerd te worden. Wat mijn moeder dan heeft, weet ik niet, maar... Mijn moeder die liet mij, wel oh, jaren terug, liet ze mij een tekst lezen. En die was geschreven door uh, twee vrouwen of zo, want er wou ergens een feestje zijn. En ze hadden op melodie van uh, Op een mooie pinksterdag. Hè. Op een mooie pinksterdag, poppo, ruppen in de zon. Hondje bijt niet, wat oh, dat de pap. Pas zegt dat hij niet bijt op een mooie pinksterdag met de kleine meid. Ja, dat ken je wel. Hij had dus een tekst opgeschreven. En mijn moeder zei, kijk eens, het, uh, dat hebben we dan met z'n allen gezongen. Vorige week zondag bij het etentje bij Henk en Marlies of zo. En ik lees die tekst en er was mannen afzeiken. Ik kreeg mijn moeder dat A4'tje terug. Ik zei: Nou, uh, ik weet niet wat jij van, uh, voor een reactie verwacht, maar ik vind dit. Uh, ja, mannen afzeiken. Uh, daar maak je mij niet blij mee, hoor. Maar dan zei, mijn moeder keek me zo aan. En zo. Ja, Gerard, die er toen bij was, toen het voorgezongen werd, die, uh, die was ook niet blij. Nee, denk ik. Jij snapt het niet? Nee, mijn moeder snapt dat niet. Dus dat was niet makkelijk voor mijn vader. Maar als mijn vader een beetje steun had gekregen, was het beter geweest. En mijn vader die kreeg uiteindelijk een. Hij had, ja, dat is een echt verhaal: hij kreeg vage klachten. En toen was hij daarmee naar de dokter gegaan. En die zei, nou, bekende verhaal, hè? gaan we bloedonderzoek, gaan we dit onderzoek, gaan we zusonderzoek. En er kwam echt een, een scala aan uh, diagnoses, de meest verschrikkelijke diagnoses. die bleken allemaal niet te kloppen. Wanneer oh, nee, het is toch geen, uh... nou, je kent het wel, al die verschrikkelijke dingen. Leukemie en... <laughs> Kanker hier, kanker daar, maar dat was het allemaal niet. En toen bleven ze over met de enige conclusie van ja, nou het is misschien toch longkanker. Want mijn vader had zijn hele leven gerookt. Er zat een vlekje in een van zijn longen. En toen hadden, Ja, mijn vader was inmiddels alweer opgeknapt. Die vage klachten die waren verminderd. In dermate dat hij eigenlijk dacht van, ouwe, nou ik doe het weer, laat me zitten. Nee, hij moest toch echt toch eventjes. Uh... Ze hadden niet eens tijd om een biopsie te doen. Waarbij ze een biopsie, dat is niets meer dan dat ze met een naald, een holle naald. Dan prikken ze, hem onder verdoving mag ik aannemen. Dan prikken ze in je borstkas. Op de plek waar, dat, waar, die, waar die vlek zit. Daar zit een carcinoom natuurlijk. En dan zuigen ze daar een beetje weefsel uit. En dat zet je dan op kweek. En dan moet je een paar dagen tot een week of zo moet je wachten. En dan weet je of het, uh, het malingje is, of het kwaadaardig is. Dus dan kan je kijken naar de delingssnelheid. Want bij een goedaardige kanker, ja die zit er wel, maar mijn vader was al in de zestig. Dus... Ja, dan hoef je niks aan te doen. Anders dan dat je tegen mijn vader zegt, van, nou, uh, uh, ja, je rechter longkwap aan de bovenkant, uh, ja, die doet het niet meer. Niet meer zo goed, hè? Anyway, uh, het was allemaal spoed, 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 alarm, alarm. En ze hebben de biopsie dus niet gedaan en gelijk gaan snijden. En toen kreeg mijn vader een ziekenhuisbacterieinfectie. En die heeft hij niet overleefd. Heeft hij heeft nog drie, maanden, drie weken of zo op de intensive care gelegen. Helemaal onder de morfine. Antibiotica. Met zo'n slang in zijn keel. Hij werd kunstmatig beademd en Jezus. Men. Toen is mijn moeder niet één keer langs geweest. Ze woonde op drie kwartier afstand. Kijk, dat is ook niet leuk voor mij en mijn zus. Dan is mijn moeder blijven hangen. Want uh, nou, uh, nou, toen hij nog... Ja, uh, nou, dat was een klootzak en dit en dat. En, uh, um, ja, dan ga ik echt niet bij hem uh, in het ziekenhuis kijken. Terwijl hij doodgaat. Denk ik, waarom niet? Door andersom kan ik me voorstellen dat mijn vader wel was gegaan hoor. Ja, maar dat komt omdat je vader was de klootzak en je moeder was een engelsje. Nee, mijn moeder was helemaal geen engelsje. Daar kom je erbij? Nee, ik vond het mooi over scheiden. En je moet het niet doen, niet doen. Mensen hebben psychische problemen, ze doen maf, ze doen la la la, en het is heus bij leven niet allemaal te repareren, maar je moet het tot aan het einde toe blijven proberen. Dat is mijn mening. Zeer zeker als de kinderen bij zijn. Je hebt maar één leven. En het scheiden. Ja, dat is gelijk het einde van de rit, man. Het is een bye bye monkey, snap je? Het is niet geinig. En ik kan dat nooit meer goed maken. Dat is een, er zit dan ergens, hè, voordat ik ga scheiden, is er al iets van een breuk in de psyche, in, in het samenzijn of zo. En in plaats dat die breuk gerepareerd wordt, wordt die helemaal opengescheurd. En dan is het echt kapot. En zoals in het geval van mijn ouders... en dan ligt mijn vader zijn laatste dagen weg te creperen. in het ziekenhuis in Harderwijk. En dan komt zij niet eens een keertje even langs... als ik en mijn zus er ook zijn. Dat is toch niks? En dan was ze er wel op zijn begrafenis... of, ja, of crematie. Waarop ik dus dacht toen van ja... Waarom ben jij er nu wel? Voor de gezelligheid? Of heb je wat te vieren? En kijk, zoiets wekt bij mij geen positieve emoties op. Snap je? Nou, dit is uh, ik vond het een hele mooie, ook heel fijn dat jullie gelijk naar mij geluisterd hebben. En een abonnee hebben veroorzaakt. Ik heb er nu 60. Dus ik ben helemaal happy. En met een verstandig verhaal over scheiden. En dan zeg ik, zoals ik dat altijd doe, op zijn hamburgs, tjus en dag lieverds.